dienstverlening in de toekomst. Wat vraagt informatiesamenleving dan van gemeenten? Over die vraag schreven Jos Maassen en Raymond Alexander vorig jaar het pamflet Dienstverlening 2025. Wij hebben gekeken naar de overheid en de samenleving in 2025. En vanuit 2025 hebben wij teruggekeken naar nu. Wat valt op? Wat opvalt is dat zelfregie een kernbegrip is van ondernemers, burgers en hoe ondersteunt de overheid dat? Maar ook, er is een survival of the smartest gaande. Sommige mensen zullen goed meekomen, anderen niet. Hoe gaat de overheid daarmee om? Hoe beschermt u dat? Menselijke maat. Het gaat over digitale samenleving, maar je kan niet alles digitaal doen. Als het niet lukt in één keer digitaal, hoe kom je bij de mens terecht? Hoe kom je bij een mens terecht die vermorzeld dreigt te raken in het systeem? Er is ook een ethische kant. Het gaat ook over wat zijn nu de waarden en normen in een digitale samenleving. Nou, daar hebben wij gekeken vanuit 2025 naar het heden. En wat hebben we dan nu nodig om daar terecht te komen? Een samenleving die dus andere eisen aan de overheid stelt. Wat betekent dit voor dienstverlening vanuit de bedoeling? We vragen het Wouter Hart. Normen en waarden in een digitale samenleving, de menselijke maat en bovenal zelfregie. Onder het pamflet 2025 en begrippen zoals Jos die zojuist noemde, gaat een transformatie schuil van een overheid die gericht is op het bieden van oplossingen naar een overheid die gericht is op het vergroten van het oplossend vermogen in die samenleving. Net als hier in het stadskantoor van de gemeente Utrecht, waar steeds meer gezocht wordt in de manier van bouwen en werken naar open verbindingen met bewoners, ondernemers en de gemeente, vraagt dat om een andere blik op dienstverlening. De grondslag daarvan zal ik illustreren aan de hand van een campingtafeltje. Stel nu dat het de opdracht zou zijn om 40 van dit soort tafeltjes in een omgeving als deze, met een rechte en stabiele ondergrond, neer te zetten op zo'n manier dat ze recht en stevig staan. In de metafoor rechtmatige en betrouwbare dienstverlening. De slimste manier om dat te organiseren is een centrale oplossing. Op de pootjes staan getalletjes van 1 tot en met 9. En één iemand zou dan kunnen roepen 7. De opdracht voor de professionals zou dan zijn niet nadenken, vind er niks van, maar voer uit welke oplossing er centraal bedacht is. Als iedereen dat doet, dan weet je namelijk zeker dat je snel klaar bent en dat je de garantie kunt geven dat ze recht en stevig staan. Maar stel je nu voor, en dat is in de lijn met het pamflet, dat we te maken krijgen met meer complexe opgaven. Meer variatie, meer eigen regie en situaties die onderling verschillend zijn. Dan krijg je een andere situatie. Want als situaties van elkaar verschillen, zoals deze, en je wilt nog steeds stevige en rechte tafeltjes hebben, dan is juist de stomste manier om dat voor elkaar te krijgen om een centrale oplossing te bedenken. In plaats daarvan gaat het dan weer om het faciliteren van het oplossend vermogen in de context. Want dan kan het weer recht en stevig staan. In een wereld zoals die geschetst wordt in het pamflet, waarin de overheid met bewoners en ondernemers samen bouwt aan een mooie leefwereld, is het niet meer de rol van de overheid om dé oplossing te bedenken en het gewicht voor de uitvoering daarvan op de schouders te nemen. Net als bij het campingtafeltje leidt het uitvoeren van centraal bedachte oplossingen er snel toe dat de plank wordt misgeslagen en de aansluiting wordt verloren bij wat in de context echt belangrijk is, dat de bedoeling uit zicht verdwijnt en dat de wakkerheid wordt weggeorganiseerd. Zowel de wakkerheid van de professionals als van de burgers. Als het gaat om het oplossend vermogen, dan gaat het niet meer over het uitvoeren van het proces, maar over het denken vanuit de bedoeling daarachter. Niet om de tafelpoot, maar om de tafelblad. En daarin heb je juist een denken nodig die uitgaat van het raakslaan van de plank. Vanuit de context en wat daarin betekenisvol is. Daarvoor gaat het om het denken vanuit de bedoeling en het organiseren van een wakkere samenleving. Een overheid die denkt vanuit de drieslag van de samenleving, in de samenleving, met de samenleving. Van de samenleving gaat erover dat stukje groen niet meer te zien als het stukje groen van de overheid, maar het stukje groen van de buurtbewoners. Het gaat om de erkenning dat in de dromen en het verlangen van de bewoners, de leerling of de cliënt, de sleutel ligt naar eigenaarschap en dus naar zelfregie en een passende oplossing. Maar Jos waarschuwde al voor de survival of the smartest. Dus we kunnen het niet alleen blijven zien als de problemen van de samenleving. Vervolgens gaat het erom om echt in de samenleving te gaan staan
en daar vanuit de context te zien en samen te bepalen wat er echt nodig is. De oplossing die daaruit volgt zal soms misschien helemaal buiten het professionele circuit worden opgepakt. Soms misschien juist helemaal binnen het professionele circuit, omdat het draagvermogen in de samenleving op zo'n gebied ontbreekt. Het meest waarschijnlijke is dat de oplossing daar dwars doorheen loopt. Dat vraagt om het radicaal breken vanuit de organisatiegrenzen en het leren denken vanuit co-creatie, met de samenleving dus. Er zijn al meer dan genoeg ladders in iedere straat, er zijn meer dan genoeg auto's, er is genoeg geld, er is genoeg tijd, genoeg liefde. Er zijn zoveel mogelijkheden en het gaat erom deze beschikbaar te krijgen op de plek waar ze ook nodig zijn. En daarbij kunnen ICT enorm helpen. Zoals ICT ook met het big data enorm kan helpen om op die plek de juiste informatie beschikbaar te krijgen. Van de oplossing naar oplossend vermogen. Wat betekent dat voor jou?